De pannenkooi in het Vogelhorn gaat toch dicht. De rechters hadden het zo besloten omdat de bewoners er een protte oerles van zouden hebben. Diep triest. Dit is verschrikkelijk. Maar ja, we hadden het ergens verwacht. En na de uitspraak van de rechter is dit de manier om voor te krijgen. En ik leer dat nou de meesten die hier een proces in oorspond had, dat die hoop ik nog. Ja, stil binnen en denken van, nou ja, hier, dit hebben we klaar. En dan maar wij aan ze verder om een plekje voor de jeugd te zieken. Van, waar maken we dit heen? Maar de wethouder en de Riet had beloofd dat we met me kwamen om de tafel gingen en dat we zin zullen van, nou, wat kunnen we hier nou mee doen? En wat is de oplossing? En dan vragen we straks de mensen uit Vogelhorn. Die vragen we, nou ja, kom met ideeën. Wij willen hem nou de plekje voor de jeugd aan, want een plekje voor de jeugd moet er komen. En dat kennen het ons. En dat willen wij graag. Maar ik had toen zijn van, wij gaan tot de rechter, maar dat is voor u onmogelijk. Qua financieel is dat voor de wiekriet onmogelijk om dat te doen. We gingen wel graag wonen en we gingen wel graag behoren wonen. Maar nee, dit kan het. Echt niet. Je kon mij net zien. Het is jammer. Ik vind het heel jammer. Maar ja, het is net ons. We moeten maar leren leven. En dan maakt wij als bestuur, maar we nog sterkste in mijn kwander er steeds van. En dan gaan we verder aan de tafel, na de coronacrisis. Dan gaan we om de tafel en dan gaan we praten van. En nu willen wij wat doorzien. Dat is uw bedoeling. Nou, ik denk dat het gewoon nu, gewoon dat daar gewoon alleen maar gras komt. En dat ze daar nu twee fatsoenlijke goals neerzetten in plaats van een klimrek en twee houten palen. Ik heb wel hoop dat het wel weer iets moois wordt. Waar weten we nog net, dat maar wel wacht je. Maar we proberen die wel om het in het Vogelhorn te krijgen. En wat het wordt, echt, ik weet het niet. Want ja, les van de jeugd. De jeugd is net zo moeilijk. Maar ja, als er voetballen wordt, dan is er overlast. Dat is in de stadion, zeg ze, dat er de bal geknald wordt. Dan is het, maar ja, sommigen maar de eerdopjes op. En dat vind ik zo jammer. We komen eerst. We laten eerst dit door de zinnen komen en we hopen dat we hier met z'n allen goed uitkomen. Elke de week. We binnen ook mooi rustig hier en laten dat ze blijven. En dan zien we verder.